Het is weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor de leukste talkshow van Tilburg. Dit is Tilbaas. Ja, welkom allemaal bij alweer de laatste dag van de week. Dit is Tilbus. Ik ben Heike Huvenaars. Ik zit hier samen met Anne Mons vandaag. Hi, hallo. Eerste keer dat we het co-hosten, hè? Ja, eerste keer dat we het samen doen. Ja. Zo, dat is wel leuk. Ja, leuk. En we zitten hier natuurlijk niet alleen. Wij zitten hier met de tafelgast, Diewertje Vorstenbos. Welkom alvast. Hoi. En we zitten met Pieter Michielsen. We komen zo meteen even bij jou. Ja. Maar misschien leuk om gewoon even te starten met hoe jullie week was. Hoe was jouw week? Heb je nog dingen meegemaakt? Of zijn er bepaalde nieuwtjes geweest waarvan je zegt, dat was echt Het nieuws van de week? Dat was wel echt een hele goede vraag. Ja, ik ben veel druk bezig geweest wel met de Klimaatweek, want daar was natuurlijk veel over aan de gang. Daar heb ik wel wat dingetjes over gedaan. Maar echt het nieuws, ja, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Ik weet niet of jij... Of ik echt nieuws heb? Echt nieuws? Ja, ik kom toevallig echt net van het bad af. Dus dat is echt het meest nieuws wat ik heb. Brabants afvalteam, ja. En wij hebben... Toen we openden zeg maar, met onze winkel en de catwalk hadden georganiseerd, kon je een prijs winnen. En degene die won, die zou een foto krijgen op de zijkant van de textielvrachtwagen van het bad. En die hebben we net onthuld. Dat is echt super vet. Oké, dus jij bent volle bak bezig eigenlijk deze Klimaatweek ook met het thema. Ja. En voor de mensen die misschien niet helemaal bekend zijn met jouw achtergrond, zou je in een paar zinnen kunnen vertellen hoe je met dat thema aan de slag bent gegaan? Zo, goede vraag. Nou, ja, het is helemaal ontstaan uit interesse. Gewoon omdat ik zie gewoon dat er heel veel te doen is in de wereld. Er zijn allerlei maatschappelijke thema's waar we op vastlopen. Corona is natuurlijk best wel voor heel veel mensen ook een eye-catcher geweest. Of een eye-opener, zou ik het zo zeggen. Eye-catcher is het zeker niet. Uiteindelijk denk ik dat we dus samen dingen moeten gaan aanpakken en oplossen. Dus juist door me daarvoor in te zetten. Je ziet een plaatje op de achtergrond dat ik bijvoorbeeld mee tuintjes inricht of mee stekjes probeer te verdelen. Als mensen het als afval zien omdat ze hun tuin uitdunnen. Dat te gaan delen, dat soort dingetjes. En sinds vorig jaar ben ik dan ook klimaatburgemeester in Tilburg geworden. En de Nationale Klimaatweek is deze week en die doen ze ieder jaar. Hoe word je zo'n klimaatburgemeester? Ik ben door Lucy Bathgate gevraagd of ik haar op wilde volgen vorig jaar. En we hebben het afgelopen jaar hebben we het samen gedaan. Zij zit zich heel erg in op het vergroenen van de stad, water terugbrengen naar het stad. Zij heeft ze onder andere ook in het spoorpark het water zeg maar weer naar de oppervlakte gekregen. Dus dat zorgt voor biodiversiteit, vergroening, buurtbomen, kansenkaart. Je kunt op die kaart aangeven waar jij in de openbare ruimte zeg maar groen wil toevoegen. En dan gaat de gemeente daar onder andere mee aan de slag. Echt super, super groot, tof project. En zo doet eigenlijk iedere klimaatburgemeester, die heeft een inbreng daarin. En iedereen doet het vanuit zijn eigen thema's. Is er een bepaalde soort samenwerking ook met jullie als klimaatburgemeesters? Want zijn er in totaal 4? Ja, hier in Tilburg zijn het er nu 4, maar landelijk zijn het er echt honderden. Mm-hmm. En het is uiteindelijk georganiseerd of verzonnen of beeldend gemaakt eigenlijk door de Nationale Klimaatweek. Door het ministerie van Economie en Klimaat. Die wilden eigenlijk alle sleutelfiguren die in de wijk en in de steden zeg maar, en in de dorpen zitten, om die zichtbaarder te maken. Ja. En daar ben ik er dan één van. En heb je dan ook contact met al die andere klimaatburgemeesters door Nederland, zeg maar? Toevallig vorige week in Brabant hebben wij een bijeenkomst gehad, was bij Avans in Breda, waar alle klimaatburgemeesters in Brabant uitgenodigd waren. Ik denk dat ongeveer de helft aanwezig was. En dan is het wel heel tof om te zien, wat doen zij? Hoe goed is hun connectie al met de gemeente? Er zijn dus klimaatburgemeesters die gewoon iedere maand met wethouders om tafel zitten. En dat ze samen bespreken wat er speelt, zeg maar. En dan proberen ze elkaars visie en ideeën te delen. En misschien kan de ene iets toevoegen of kan iets mee oppakken. Ja. Dat is super vet. En nou, deze week is inderdaad dus de Klimaatweek, hè? Van 11 november tot 17 november. Alleen uit onderzoek blijkt wel dat de effectiviteit eigenlijk van evenementen en zo om mensen echt in actie te zetten, dat soms nog best wel schaars is. Echt volgens mij 9% of zo. Hoe effectief hoop je dat deze week is? Ik moet zeggen, misschien zit ik in mijn eigen bubbel hoor, maar ik zie het heel veel voorbij komen overal. En wat ik heel tof vind hier in de gemeente Tilburg is dat ze dit jaar voor het eerst ook zelf meedoen aan de Klimaatweek. Dus ze hebben ook een pop-up pand op het Stadhuisplein ingericht. Dus dit weekend ook nog heel het weekend open. Dat zegt wel iets dat het iets meer leeft en dat ze het ook naar de binnenstad willen halen. Dat is hier lokaal. Landelijk worden er wel allerlei activiteiten al georganiseerd. Maar wat ik dan jammer vind is dat het nu geconcentreerd is in één week. Wel, zorgt dat ervoor dat er nu extra reuring is, maar uiteindelijk, het stopt niet bij een week. Uiteindelijk ben je natuurlijk het hele jaar actief. Ja. En is het ook goed als er daar
nog meer momenten van komen, denk ik. Ja, en ik kan me ook nog ooit een initiatief herinneren dat het tegelwippen een ding was. Was dat ook ooit tijdens de Klimaatweek toevallig? Of was dat een ander initiatief door het jaar? Volgens mij is dat een landelijk ander initiatief vanuit, ik denk het VNG, maar dat weet ik niet zeker. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. Dat opgepakt is. En Tilburg scoort redelijk, volgens mij. Ja. Hey, en de impact van zo'n Klimaatweek? We hebben het al over van de locatie in de stad en hoe je met meerdere klimaatburgemeesters en mensen in de stad bij kunt betrekken. Dat helpt natuurlijk, maar hoe weet je nou of het impact maakt? Wordt dat ook gemeten bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk alle klimaatburgemeesters zijn de sleutelfiguren. Dus bij wijze van spreken, als je goed bent in geveltuintjes aanleggen en je doet het in jouw wijk of in jouw straat, zeg maar, dan kan je op dat thema al klimaatburgemeester zijn. Dus het zijn sleutelfiguren en iedereen kan zijn eigen inbreng hebben. En dat is niet per se geregistreerd. Dus vanuit de Klimaatweek willen ze juist al deze mensen en alle activiteiten zichtbaar maken. En ik denk door dat juist zichtbaarder te maken, is het dus voor Jan en Alleman, ja, misschien tastbaarder om zelf ook een bijdrage te gaan leveren. En nodigt het ook uit. En dat is wat misschien dan het enige is wat meetbaar is. Ja. Verder. En je hebt het ook over inderdaad bijdrage leveren. Tilburg die heeft best wel verschillende soorten wijken met sociale en economische achtergronden. Hoe maak je het eigenlijk ook toegankelijk voor bijvoorbeeld inwoners met een laag inkomen? Zijn jullie daar bijvoorbeeld ook bewust mee bezig? Of zie je daar bepaalde verschillen nog in? Ik zie daar zeker verschillen in. Ik kan me voorstellen dat iemand die met hele andere issues bezig is en eigenlijk heel blij is dat hij deze week weer rond is gekomen, of blij is dat hij eindelijk een huurwoning heeft gevonden, et cetera, dan ben je natuurlijk niet per se gefocust op het klimaat. Maar we willen wel heel graag laten zien met z'n allen hoe je ook dan op een hele makkelijke, laagdrempelige manier mee kan doen. Hoe dan? Bijvoorbeeld, wij hebben dus een winkel geopend met gratis kleding om ook die extreme overvloed aan kleding te laten zien. Dus iemand die juist minder te besteden heeft, is super welkom in de winkel. Maar ook de shoppende Tilburger is ontzettend welkom, want die komt wellicht nooit in een kringloop en heeft geen idee van de waarde en kwaliteit. Dus juist door in de mix te gaan zitten, zeg maar, en niet per se op inkomen, opleidingsniveau of wat dan ook in te schieten, ja. Ja. Kan je eigenlijk altijd een bijdrage doen. Hier wil ik zo meteen nog wel meer over weten, over dat initiatief rondom kleding. Maar naast Klimaatweek was het deze week natuurlijk ook 11e van de 11e. En we hebben een kruggast, maar eigenlijk ook een soort van tweede tafelgast vandaag. Gezellig, Pieter Michielsen, welkom. Ja. Hey, en we hadden het in een voorgesprek al een beetje erover. Dat, je hebt inmiddels een aantal jaren erop zitten als Prins Carnaval van Utrecht. Ja, Prins Carnaval van Den Hazepot ben je dan, hè? Ja, plaats zeker. Heeft zo zijn carnavalsnaam. Dus ja. Udenhout heeft, die gaat tijdens de carnaval onder de naam Den Hazepot. Ja, en natuurlijk, afgelopen maandag was het dan de 11e van de 11e, maar vandaag is ook een bijzondere dag voor jou. Ja, 11e is normaal gesproken echt overal het begin van het carnaval. Dat zie je vooral in de grote steden. Hè. Ik denk dat er in de Brabantse steden over de koppen te lopen was afgelopen maandag. Bij ons in het dorp is dat afgelopen maandag nog niet begonnen. Natuurlijk, officieel begint het, maar wij hebben dus vanavond hebben wij de bekendmaking van de prins. En dat is dan symbolisch eigenlijk de start van het carnaval in onze gemeente. Of in onze dus gemeente het is nog niet officieel eigenlijk dat je de... Nee, ik ben voor de eerste keer prins van Den Hazepot geworden in 2019. Dat is dan voor het carnaval van 2020, hè. Het begint 11-11-2019. Daarna ben ik ook nog in principe 2 jaar prins geweest in de coronatijd. Goed, toen waren de activiteiten een stukje minder, gewoon eigenlijk helemaal niet aanwezig. Dus ja, die 2 jaar ben ik wel prins geweest, maar goed, tel ik voor mezelf eigenlijk niet helemaal mee. En dit jaar, je gaat vaak ook met Raad van Elf, ga je toch op pad? Ja. Maar dit jaar niet? Dat moeten we nog even, dat is nog maar te bezien, hè, hoe dat we dat gaan doen. Nou, het is in Udenhout wel zo, nou zeg ik het zelf verkeerd, in Den Hazepot is het wel zo, dat het moeilijk is om een Raad van Elf bij elkaar te krijgen. Hoe komt dat dan? Als ik het zou weten, dan zou ik het meteen oplossen. Maar goed, wat we heel veel horen is dat het heel veel tijd vergt. Je begint op 11-11 en dit jaar eindigt het carnaval op 4 maart. Ja, dat is natuurlijk een hele periode. Ik denk dat het beeld een beetje ontstaat dat je dan ook elk weekend van vrijdag tot en met zondag actief moet zijn. Mm-hmm. Ik denk ook dat dat kan.
Alleen het is absoluut geen verplichting. Ik denk dat je op bezoek gaat bij bevriende verenigingen in de omgeving. Hier in Tilburg, in Goorle, in Berkelenschot, noem alle de plaatsen rondom Udenhout maar op. En daar kun je wel een keer naartoe. Maar daar zit helemaal geen verplichting aan. En ik denk dat op het moment dat we dat beeld een beetje weg kunnen pakken, dat het... dan zou het in mijn ogen zou het veel beter en misschien ook te vullen moeten zijn. Ook wat toegankelijker en wat meer met de tijd mee misschien, dat mensen... Sowieso. Ik vind de Raad van Elf is natuurlijk een van de tradities binnen het carnaval. En ik zeg altijd maar, zonder verandering is er geen traditie. Dus er is altijd ruimte om dingen aan te passen. Maar goed, in grote lijnen blijft het natuurlijk, gewoon de Raad of de prins of prinses, kan tegenwoordig ook, adjudante, en de Raad van Elf. Dat is natuurlijk een gegeven wat bij carnaval hoort. Het is of de prins of een prinses, het is niet allebei. Voor jaren terug was het nog wel een beetje een heet hangijzer in verschillende plaatsen, want dat moest toch wel door een man ingevuld worden. Ja? Ik denk dat we dat wel achter de rug hebben. Ik hoop dat we daar wel een beetje voorbij zijn. Zeker, maar dat geef ik ook aan. Maar ik snap wel heel goed dat binnen carnaval heb je natuurlijk, dat is natuurlijk een diepgeworden traditie inderdaad, alleen je wilt wel een bepaalde soort opfrissing hebben. Ja. En hoe zou jij dat dan bijvoorbeeld toegankelijk maken? Ja, ik denk dat de opfrissing, dat geleidelijk aan mee gebeurt. Kijk, op het moment dat jij, en dan kijk ik weer even terug naar een Raad van Elf. Op het moment dat daar 3-4 mensen in komen te zitten die het leuk vinden om dat te doen. Maar bepaalde, stoffige dingen, zoals dat dan vaak omschreven wordt, wat minder leuk vinden. Dan zou ik zeggen, kom erbij en neem een plumo mee en stof het van binnenuit op het moment dat jij vindt dat er bepaalde dingen veranderd moeten worden. Ik weet zo niet wat er veranderd moet worden. Ik bedoel, ik ben in 2019 begonnen. Ik had nog nooit in de Raad van Elf gezeten. Ik ben daar min of meer op uitnodiging ben ik daar ingestapt. Wel zo van, we zullen maar zien waar het schip strandt. Ik vond het echt super leuk. En bepaalde beelden die ik had over zo'n Raad van Elf en over die manier van carnaval vieren met een Raad van Elf, die zag ik helemaal niet. Nee? En ook de vooroordelen waarom het niet te doen, van de drukte, want wij bepalen zelf het programma wat we doen. Dus hoe druk je het gaat hebben, bepaal je uiteindelijk zelf. Ja. Je komt bij andere verenigingen die het carnaval op eenzelfde manier beleven. Het is gewoon verbroederend, zoals je dat bij andere raden, of dan wel een stadsprins, of bij een café waar een raad van Elf zit. Wat voor verschillen zie je daar dan heel erg in? Als ik hier naar Tilburg ga, dan dat staat wel wat meer bol van de tradities. Daar heb je wel wat meer regeltjes. Dat is sowieso natuurlijk een veel groter gezelschap. En dan hoef je over Den Bosch nog maar niet te spreken, want ik denk dat het daar helemaal uit zijn voegen barst als het om tradities gaat. En in Udenhout, want dat is ook best wel gewoon... Nou, Udenhout hebben we ook onze tradities, maar die zijn wat kneedbaarder, denk ik. Ik ben nou wel heel benieuwd, wat voor traditie hebben jullie dan? Hebben jullie iets specifieks waardoor je echt zegt... Ik denk dat de Raad van Elf op zich een traditie is. We hebben elk jaar natuurlijk de optochten. De traditie in Udenhout of in Den Hazenpot is niet anders dan hier in Kruikenstad of in Knollenvreterschat in Berkelenschot of weet ik waar. Daar komen die items komen terug. De optocht, de prins en zijn gevolg. Wij hebben in Udenhout een symbool staan, zoals ze hier natuurlijk de kruikenzeiker hebben. Hebben wij Kupke de Stijlhoor, dat is een hele grote haas die elk jaar door veel vrijwilligers weer in elkaar gezet wordt. Volgens mij zag ik hem net al ergens op een foto voorbij komen dat hij heel vriendelijk hier hebben. Ja. Je ziet wel. Maar je moet er heel veel achter van houden, hè, om er zo. Daar zit een verhaal achter. Waar loop je precies dan tegenaan, zeg maar, als je het hebt over die gestructureerde tradities eigenlijk? Ik geloof niet dat ik persoonlijk zozeer tegen gestructureerde tradities aanloop. Mm-hmm. Ik merk dat het voor anderen wat moeilijker is om met die tradities mee te gaan. Ja. Dat het idee bestaat, misschien moet ik het zo zeggen, dat ze zich dat ze zich moeten houden aan die tradities. Ja. En ik vind dat ook bepaalde tradities, die moet je in ere houden. Kijk, misschien kun je het nog het beste vergelijken. Volgens mij komt morgen Sinterklaas aan.
Nou, we hoeven die discussie niet helemaal op te rakelen, maar daar zijn, dat was ook een traditie. Nou, die traditie is hier en daar aangepast, ja. Omdat dat gewoon maatschappelijk gezien, dat daar anders tegenaan gekeken werd dan x aantal jaar geleden. Ja, het is gewoon ethisch meer verantwoord. Ja, goed, maar dat is natuurlijk altijd zo geweest, alleen nu is het op die manier niet meer verantwoord. Ik denk niet dat er binnen het carnaval dingen zijn die niet meer verantwoord zijn, maar... Ja, ik denk dat het thema carnaval en tradities, daar zullen we het denk ik nog veel vaker over gaan hebben in de komende tijd, de komende jaren. Want het is natuurlijk, ik denk ook onvermijdelijk om die Raad van Elf samen te stellen, dat op een toekomstbestendige manier zal gaan gebeuren. Ja. Voor nu in ieder geval, dankjewel Pieter Michielsen. Hoe laat weten we vanavond of je voor die zesde termijn... Nou, wij hebben om het grote feest begint in het plein vanavond om 19:30. En dan wordt om 19:55 gaan we de jeugdraad bekendmaken. Dat is trouwens wel heel grappig om te zeggen. Die zit gewoon, die puilt aan alle kanten uit. Dus echt de jeugd van de basisscholen, die vinden niks leuker. Enfin, niks leuker. Die vinden het erg leuk om in de raad te zitten. We hebben dit jaar voor het eerst ook weer een dansgarde. Waarin die kleine ukken aan dansen gaan. Vol programma. 19:55 is het bekendmaking van de... Nou, heel veel succes en we gaan het in de gaten houden. Wat we ook af en toe in de gaten moeten houden is dat er dingen gebeuren in de stad waar natuurlijk nogal wat om te doen is. En een van die dingen is dat Coffeeshop Casa in de afgelopen jaren meermaals dat er aanslagen zijn gebeurd. Het is een tijd dicht geweest en Tilbus ging erop uit om te onderzoeken hoe het daar nu mee staat. Ik vind geen één coffeeshop positief voor de buurt. Afgelopen dinsdagmiddag heeft Coffeeshop Casa opnieuw zijn deuren geopend onder strenge veiligheidsmaatregelen. Wat vindt de Tilburger ervan dat de coffeeshop weer open is? Ik heb ook niet zo heel veel problemen mee dat het weer open is. Van mij mag die open, want ik gebruik het toch niet. Dus ik vind het alleen maar positief dat die open is. Ik denk dat het ook wel problemen met zich meebrengt aan verslaving en dergelijke. Ik heb nog nooit iets gezien of gehoord, maar ja, het is er wel. Het feit ligt er wel natuurlijk. Daar kunnen we niet onderuit. Ik denk dat het fijn is dat mensen die een blootje willen halen, dat die dat daar kunnen doen, toch? Ik ben ook soms in de stad om een keertje wiet uit te proberen. Ik denk voor de mensen die coffeeshop willen bezoeken is het heel fijn. Ik denk dat er genoeg coffeeshops volgens mij ook in de buurt zitten nog. Of deze nou open is of niet. De mensen moeten zelf weten wat ze doen, daar heb ik echt niks mee. Ik vind geen één coffeeshop positief voor de buurt. Ik vind dat die ook meer aan de rand van de stad moeten liggen. Ik denk voor de mensen die in de buurt wonen dat dat best wel problematisch kan zijn. Ik hoop dat het niet weer gebeurt. Andere locaties vinden lijkt mij. Als het allemaal volgens de boekjes is en er zijn geen, het is allemaal veilig, dan zou het moeten kunnen, denk ik. Ja, ik denk op enig moment is het wel definitieve sluiting dan. Hè? Ik denk dat het zal blijven. Want ik denk ook weer niet dat het lang zal duren voordat die dicht is. Eerlijk gezegd. Omdat het te veel problemen veroorzaakt. Dan zou de politie heel hard moeten optreden tegen die conflicten. Ja, dan moet het gewoon weer sluiten. Simpel is dat. Ja, simpel is dat. Laten we hopen dat het de komende tijd allemaal goed gaat, rustig blijft. En dat het toch een beetje met elkaar kan samenleven. Als het gaat om samenleven, we hebben het al gehad over de klimaatweek natuurlijk, Diebertje, maar op het einde van je stuk had je het over kleding. En had je het over free fashion, als ik het goed heb. Dat is een van je meest recente initiatieven. Ja. Wat ook echt een initiatief is wat volgens mij heel erg gaat om samen initiatief nemen. Je vertelde net al een klein beetje over, maar hoe is dat begonnen, dat idee, en waar sta je nu? Zo, waar zijn we begonnen? Helemaal toen ik geboren was. Nee. Oerknal. Oerknal, ja. Toen kreeg ik kleren aan, inderdaad. Nee, gekheid. Dus zoals heel veel problemen, het valt je op dat gewoon iedereen heel veel kleding heeft. En vanuit dat perspectief zijn Lot en ik, mijn vriend, zijn we een kledingrek gaan timmeren. Zo van, hey, kunnen we dan niet onze eigen kleding gaan delen gewoon met de straat, met de wijk? Dus wij hebben een kledingrek voor onze eigen deur gezet. Dat was heel grappig, want ja, als je in de zomer zeg maar dus zo'n kledingrek voor de deur zet, dan weerspiegelt jouw raam. Dus mensen gaan dan vervolgens zeg maar een jurkje passen en dan gaan ze zelf voor de spiegel staan, zeg maar. En ik zit dan gewoon op de bank en dat hebben ze dan niet door. Dus vervolgens zie je dus iemand een jurkje showen, terwijl ik letterlijk erachter zit. En uiteindelijk komen dus mensen op de fiets, mensen gaan door het rek neuzen. En een dag later komen mensen ook kleding terugbrengen. En dus dat ruilen, het idee van ik neem iets mee en ik heb ook het idee ik moet weer iets terugbrengen. Dat deed eigenlijk zichzelf. We hadden geen uitlegbordje, er stond alleen maar boven free fashion. Oh. Soms belden er nog wel mensen aan van hey,
is het echt gratis? Dus dan, kwamen ze even checken, zeg maar, van oh, ik neem zo meteen iets mee. Maar ik heb het idee dat het, ja, het is nog heel mooi en waarom hoef ik er niet voor te betalen? Nou, het feit dat we dus allemaal iets in ons kast hebben liggen dat we niet meer dragen, hebben we dus eigenlijk gewoon een oproep gedaan online op LinkedIn. Yo, zou je ook zo'n kledingrek voor je deur willen hebben voor een week? En nou echt, dat ontplofte. Dus we kregen echt in nood, hadden we meer dan 100 aanmeldingen. Ook lokaal hier best wel veel aanmeldingen. Toen dacht ik, oké, nou misschien moeten we hier iets mee doen. Misschien moeten we ook als Tilburg Textielstad hier iets mee oppakken. Dus ik heb dat gedeeld onder andere met binnenstadmanagement, met wat ondernemers, ook met Tweedehands het Festival gekletst. En uiteindelijk hebben we samen met Wereldhaven, met binnenstadmanagement, hebben we op het Pieter Vredeplein alle activiteiten gedaan. Waaronder is er een closet sale ook geweest, wat Wereldhaven aan het eind van de maand had georganiseerd. Wij zijn gestart met een catwalk. We hebben een winkel geopend. Dus we zijn free fashion veel meer vanuit een merkbeleving gaan benaderen. En eigenlijk gaan zeggen gewoon, free fashion is eigenlijk gewoon marktleider wereldwijd. Iedereen heeft het in zijn kast. En die kleding die komt dus van allerlei verschillende mensen die dus daaraan meedoen, zeg maar. Als jij dus kleding over hebt, dan kan ik jou gewoon meedoen. Ja. Okay. Ja. En je mag ook komen shoppen. Ja. En ik hoor dus heel duidelijk in je verhaal echt die samenwerking. Hè? Wereldhaven, grote vastgoedpartij die heel veel winkelpanden natuurlijk door heel Nederland bezit. Hoe komt zo'n samenwerking dan tot stand? Hè? Is dat samen met binnenstadsmanagement daarmee contact opnemen en zeggen, hey, wij zoeken een pand? Nou, ik heb gewoon het idee geopperd van, hey, in Amsterdam gaan ze in de eerste week van september een Amsterdam Fashion Week organiseren. Toen dacht ik, oké, gaan ze zeker allemaal nieuwe mode laten zien. Hey, laten we eens gewoon een Fashion Week organiseren waarin alles al er is, zeg maar. Dus de kleding die al bestaat, laten we die gewoon showen. En dan, ja, dat kan geupcycled zijn, maar misschien heb je gewoon een super vette stijl en wil je die gewoon laten zien. En dat is niet per se nieuwe kleding. Maar ik snap alleen niet hoe, want waar ik betaal dus met niks. Ja. En dan, maar mag ik dan één stuk pakken of zitten daar nog bepaalde soort regels aan verbonden? Bij die karren, daar hebben we geen zicht op. Dus als het bij iemand gewoon een kar voor de deur staat of een rek voor de deur staat, ja, dan kan je meenemen wat je wil. In principe is het wel zo netjes als je dat niet het hele rek leeg haalt. Want het is wel leuk als iedereen, zeg maar, de kans krijgt. En in de winkel hebben we wel geprobeerd dat te reguleren. Dus we hebben iedereen bij de deur 3 kaartjes gegeven. En die 3 kaartjes, die kun je bij de kassa, kun je die inwisselen voor een gratis item uit de winkel. Ja, oké. Okay. Dus op die manier hou je wel nog, want dat vergt misschien wel wat vertrouwen in de personen af en toe. Nou ja, als je dus 3 kaartjes krijgt, dan kun je gewoon niet meer meenemen. Dus in die zin, we vertrouwen wel iedereen. Dus als iemand eventueel toch een 4e item wilde hebben en dus niet kon kiezen, zeg maar, dan vroegen we gewoon om een kleine bijdrage. Het is niet dat we het van dat geld al moesten hebben, maar dat is meer om de drempel te verhogen om dus meer kleding uit te gaan kiezen, zodat het dus voor iedereen toegankelijk is. Maar ja, je bent ook niet verplicht om iets te komen brengen, dus dat staat helemaal vrij. Maar we merkten wel dat er dus mensen gewoon echt met tassen aankwamen zetten, met wel meer dan 50 items erin. En dan vervolgens ja, weer niks meenamen of ook maar 3 items terug uitkozen, omdat ze zeiden, ja, ik ben gewoon heel blij als ik wat ga minimaliseren. Ja. Dus ja, de verhalen zijn divers. Ik kan er onderhand al een boek over schrijven. Nou, ja. Misschien gaat dat ook nog wel eens ooit gebeuren. Ja, wie weet. Hey, en van de uitpuilende kledingkast gaan we naar de uitpuilende wachtkamer in de zorg. Benno van Vught, zanger. Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar hoe je dat bent geworden en hoe lang je dat al bent. Maar je hebt het specifiek nummer geschreven over de zorg. Ja. Misschien eerst even voor de kijkers thuis. Wie is Benno van Vught als zanger? Wie is Benno van Vught als zanger? Ik maak feestmuziek, carnavalsmuziek. En ik ben nu, ik denk, 12 jaar bezig als zanger. En dat dus, Naast dat, ik lees hier dat je daarnaast ook een schoonmaakbedrijf hebt. Ja. En dat was dat vroeger altijd al een hobby, het zingen? Of is dat, hoe is dat? Nou, eigenlijk niet. Mijn vriendin die maakt allemaal rare dingen van met mensen weggooien. En dan had ze van lipjes van blikjes, waar zat ze dan op de dingen plaats laten. Toen zit ik ben gek, slag ik over jou een liedje maken. En toen kwam het, ik wil het lipje van je blikje zijn. En dat werd een hit. Ja, wat doe je dan? En het onderwerp is best wel, ja, het gaat over de zorg. Waarom heb je ervoor gekozen om zo'n maatschappelijk onderwerp te kiezen eigenlijk? Nou, uit te lichten? Een half jaar geleden kreeg ik heel veel klachten van mijn buik. Dus ben ik naar de huisarts gegaan. En die zegt tegen mij, ik moet maar even naar het ziekenhuis gaan, want het is niet goed. Dus toen bleek ik een niersteen te hebben. En dus ik werd opgenomen met een spoedoperatie. En met het geval dat ik 4 dagen in het ziekenhuis heb gelegen, nuchter moet blijven. En dat ze toen pas geholpen hebben.
Dat komt al allemaal in het liedje voor. En ik denk, dat kan toch niet. Als bij men iets spoed is, dan is het ook echt spoed. Maar dus ik leerde tegen de arts uit van, hoe kan nou dat ik zo lang hier nuchter moet blijven, terwijl een spoedoperatie heb. En toen zeiden ze van, ja, maar bij ons is spoed, pas echt spoed. Ik zei, ja, maar dat slaat totaal helemaal nergens op. Ja. En zodoende ben ik met mijn producer heb ik gaan bellen en heb ik het aantal dingen uitgelegd hoe dat er toe gaat. En ja, dan is dit liedje dat gekomen. Ja. Misschien goed, ik ben nu eigenlijk wel heel erg benieuwd. En misschien is het goed om even naar het liedje te gaan luisteren en dat we daarna nog even wat meer ook op de tekst kunnen inzoomen. Want er zullen vast een aantal dingen naar voren komen. Kunnen we dat even doen? Ik zorgen in een wachtkamer gepropt. De dokter overspannen, hij heeft de patiënten stop. Problemen worden groter, iedereen die heeft een kater. Ons mooie kikkerlandje stroomt langzaam onder water. Iedereen heeft een burn-out en de helft is te dik. Na de dokter met z'n allen voor een wonderafslankprik. Een nummertje daar trekken, net als overal gebeurt. Nog een uurtje en dan ben ik misschien wel aan de beurt. Pom, pom, pidom, gewoon blijven ademen. Pom, pom, pidom, dan komt het vast wel goed. Pom, pom, pidom, gewoon blijven ademen. Pom, pom, pidom, dat is alles wat je moet. Moet je naar een specialist? Nou, daar kun je maanden wachten. Als je tenminste niet bent bezweken aan je klachten. En kom je uit het ziekenhuis, schrik je jezelf stijf. Want een klein uurtje parkeren is een rip uit je lijf. Europa doet het werk, aangestuurd via AI. Amputeert meteen een arm, ook al heb je RSI. De zorgpremie stijgt, net als elke week het brood. En kun je het niet betalen, nou dan ga je eerder dood. Pompompidom, gewoon blijven ademen. Pompompidom, dan komt het vast wel goed. Pompompidom, gewoon blijven ademen. Pompompidom, dat is alles wat je moet. Heeft de jeugd toch wel de toekomst, zoals vaak genoeg gezegd. Neem nog een blikje Red Bull en nog twee broodjes kroket. Nog even lekker vapen op het fatbike aan de school. En dan weer even klagen hier bij dokter De Groot. En de doktersassistenten, die speelt zuster ZZP. Een huisarts met praktijk maak je bijna niet meer mee. Het is één grote bende, heel Europa dat zit vast. Maar even vaccineren, dan is er weer plek zat. Pompompidom, gewoon blijven ademen. Pompompidom, dan komt het vast wel goed. Pompompidom, gewoon blijven ademen. Pompompidom, dat is alles wat je moet. Pompompidom, gewoon blijven ademen. Pompompidom, dan komt het vast wel goed. Pompompidom, gewoon blijven ademen. Pompompidom, dat is alles. Pompidom, gewoon blijven ademen en dat komt wel goed. Ja, ja, dat is wel wat op doel natuurlijk. Ja, maar ik hoor in je tekst en ik lees het ook wel, er zit wel bepaalde kritiek in, hè, van hoe het gaat, hoe we met onze gezondheid omgaan. En... Ja, en wij mogen het zeggen, dus omdat het carnavalistisch liedje is, mogen wij het wel uiten. Maar een dokter mag het niet uiten. Kijk, ik heb het nummer om een specialist die mijn nier eruit heeft gehaald, bijvoorbeeld. Heb ik het laten, dan zit hij niet goed, hij is gewoon subliem. Jij zegt bij wij denken en wij mogen het niet zeggen. En dat is wel een heel groot punt voor de zorg ook natuurlijk. Ja, het fascinerende vind ik aan je nummer is eigenlijk dat je inderdaad met een carnavalstone eigenlijk een heel zwaar beladen onderwerp eigenlijk probeert bespreekbaar te maken. Hè? Want dat wat je ook zegt voor, van ja, burn-out, hè? 3 op de 4 jongeren heeft tegenwoordig een burn-out, is met zoveel percentage al ook gedaald en of weet het, gestegen. En, maar wat hoop je eigenlijk vooral te bereiken met zo'n nummer? We hopen ermee te bereiken. Ik hoop ermee te bereiken dat meer onder de aandacht komt, van dat er zoveel speelt. En dat er, want mijn huisarts vroeg aan mij, kun jij geen plotje maken over
de huisartsen. Want er zijn heel veel huisartsen, die willen wel de lusten, maar niet de lasten. Die willen wel een dokter zijn, maar ze willen geen eigen praktijk beginnen. Omdat ze dan huur, gas en licht, medische middelen allemaal moeten hebben. En nou, ik wil ze naar een dokter doen en proberen ze er eigenlijk door in te schrijven dat ze daar mogen, mogen werken. En daar proberen wij dus aan te werken dat ze daar ook iets aan gaan doen. Dus er zijn veel dokters, maar ze kunnen geen dokter zijn omdat ze geen praktijk hebben en ja. Omdat ze het niet willen. Ja, ja en ik hoor dus ook echt in je teksten van die kritiek en het ook we moeten ons misschien wel bewuster worden van hoe ernstig dat is. Blikje energy drink of ja. Broodje kroket, fatbikes. Ja. En dan is het misschien ook logisch dat die zorg wat zwaarder belast. Ja, ik deed het ook, want ik zie ook over de afvalprik. Ik heb dan ook 3 maanden me geprikt om af te vallen. Ik ben 18 kilo afgevallen intussen. Hè, dus het helpt wel, ja. Maar ja, ik zal nou niet meer prikken, want ik blijf nou lekker op dingen zitten. Dus ja. Nou, ja, daar stap ik er ook mee. Ja, en het is misschien ook zo'n prik is misschien ook een beetje vals spelen. Als in voor mensen die in een lastige situatie zitten, ja. Kan het echt een oplossing zijn. Maar we moeten niet het misschien normaliseren dat we allemaal zo'n prik normaal gaan vinden. Nee, maar het is, ik moest afvallen omdat ik gewoon te dik was. Hè? Dus een te dikke buik had. Want als je ziet, ik ben dik niet als je mijn spilbintjes ziet hoor. Dan valt het allemaal reuze mee. Maar ik heb een nul dikke buik, dus daarom moest ik ook afvallen van de huisarts. En ja, ik heb wel kunnen stoppen met drinken, met roken, maar met eten kan ik niet stoppen. Ja. Dus, en ik gebruik dan ook heel veel gehaktsaven van frietpan. En alles wat slecht is, dat vond ik lekker. En ja, daar kom ik gewoon van aan. Ja. En dat kon ik niet laten staan. Ja. Heb jij ook uiteindelijk reacties gekregen vanuit de zorg op deze video? Heel veel. Ja? Ik heb in het ziekenhuis gelegen en daar heb ik het niet meer laten horen. En ja, ik moet over een paar weken moet ik het ziekenhuis ook waarschijnlijk op gaan treden. Omdat ze dan een bedrijfsfeestje hebben. En dan moet ik daar gaan komen zingen. Dus ja. Heel veel positieve geluid vanuit het ziekenhuis. Ja, ja? Maar voelen ze zich niet bekritiseerd? Nee, helemaal niet, want wij denken, zing jij. Dus het is gewoon waarheid wat er gezegd wordt. Het is niet dat het zomaar uit de lucht gegrepen is van we hebben meemaken. Ja, ik denk dat het problematisch is inderdaad gewoon de druk op de zorg en misschien ook het systeem waar we dan heel erg in vastzitten. Ja. Ik ben het met je eens dat het meerdere kanten heeft natuurlijk en een complex probleem is, maar ik vind het wel mooi om te horen dat je eigenlijk op zo'n manier op een hele simpele, toegankelijke, leuke manier iets kan belichten. Onder de mensen kan brengen, want heel veel mensen weten niet hoe dat er toe gaat. Ik ben ook tot 2 jaar terug was ik hartstikke gezond. Ja. En nou, we gaan in één keer even iets bekeren. Dan komt de leeftijd van dat je ouder wordt, dat je dan iets gaat bekeren. En dan, hoe ga ik er aan toe? En dan kom ik daar, word ik opgenomen. En dan moet ik 4 dagen nuchter blijven, omdat ik dan opgenomen word bij spoedoperatie. Ja. Is dat spoed? Nee, is geen spoed. Ja. En daar ergde ik mijn eigen ontiegelijk aan. En dus toen kwam dit. Heb ik ruzie gehad met de dokter, die ben toen hielp. Ik zeg van, dit is geen spoed. Ja. Dus en ik zeg, als ik nou geen eten krijg, ik zeg, dan ga ik bij de McDonald's bestellen. Dat vonden ze dus ook niet goed. Nee. Maar mij in het geval dat ik s'morgens om 9:30 binnengeroepen dat ik eindelijk geopereerd heb. Ik hoor echt een passie en een persoonlijke ervaring. En ik ben heel blij dat je het zo mooi hebt weten te verwerken in een mooi leuk nummer. En laten we hopen dat nog veel meer mensen kan bereiken en bewust maakt van het belang van goed voor jezelf zorgen. Ja, moeten we misschien preventief inzetten. Ja. Ja, in de wachtkamers op zijn minst, maar misschien waar moeten we het dan allemaal laten horen? Ja. In het onderwijs overal, ook. Overal, hè? Ja. Dus we beginnen met de landelijke radio. Bij de landelijke radio, ja. Ze moeten het Nederlands lied weer gaan draaien, in plaats van dat ze de muziek draaien die luistermuziek noemen ze dat. Oh, niet alleen met carnaval. Over luistermuziek gesproken. Ja. Gewoon blijven ademen. Nee, dat we op onze gezondheid mogen letten, dat we af en toe een beetje afvallen. En we hebben een volgend item, dat gaat ook over vallen. Maar dan op een andere manier, dus ik ben heel benieuwd. En dat merk ik ook, alleen al bij lopen, dat je gewoon veel meer contact maakt met de grond. Ik ben niet meer zo'n vliegende non. Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp door een val. In het Elisabeth II Steden zijn het ongeveer 665-plussers per jaar.
Om het aantal slachtoffers te beperken is er een speciale valpreventiecursus in het leven geroepen. Het programma is eigenlijk gericht op zowel voorlichting als beweegoefeningen voor mensen met hoog valrisico. Dus dat zijn in dit geval 65-plussers die zelfstandig thuis wonen. Het is gewoon super belangrijk om daar valpreventie voor te geven om te voorkomen dat de mensen dus minder gaan vallen. Want ja, die valincidenten die leiden weer tot ziekenhuisopnames en die wil je gewoon gaan beperken. In 13 weken tijd leren de deelnemers meer over hun balans en hoe ze na een val weer veilig van de grond kunnen komen. De bewegingen die ze leren zijn gebaseerd op tai chi. Omdat de tai chi leer heel erg is met vloeiende bewegingen, ontspannen bewegen en vooral contact maken met de aarde. Dus je energie eigenlijk de aarde in laten stromen. Nou, dat klinkt ontzettend zweverig natuurlijk. Dus cursisten denken dan ook meteen over wat ga ik voor cursus doen. Maar al heel snel merken ze van oh ja, dit heeft zoveel, geeft zoveel duidelijkheid in mijn bewegingen. Heel leuk, hè. Ik vind, ja, je leert er nog eens iets van, hè. Want ik ben al een paar keer gevallen, dus dan denk ik, oké, dan moet ik dat doen, hè. Het is heel nuttig om je eigen lijf te leren kennen, om te weten waar je balans zit en dat er balans zit. En dat was wel een eye-opener. Ik ben wel gevallen vorige week weer. Vond ik ook niet leuk, maar ja, dat kan gewoon toch gebeuren. Maar nu weet ik van, ja, het was weer een te snelle beweging. Niet goed opgelet. Je moet alles rustig aan en zorgen dat je weet wat je doet. Hoe zet ik mijn voeten neer? Waar zit mijn balans nu? En dat is gewoon heel belangrijk. De cursisten hebben al veel opgestoken tijdens de cursus. Als je naar voren iets wil grijpen, dat je dan je billen naar achter doet en iets door je knieën. Dan zou je zeggen, dat doe je normaal ook, maar normaal let je nergens op, hè? Probeer ik wel te doen als ik loop. Dus ik weet ongeveer hoe dat ik verkeerd liep. Dus ja, dat zeggen ze dan hier en dan, ja, dan loop ik weer, probeer ik wel te doen. Ik hoop dat ze hebben geleerd is dat ze dus wat meer zelfvertrouwen krijgen. En dus het stukje omgevingsfactoren en persoonlijke factoren van ja, goh, wat voor een invloed kun je erop hebben om het valrisico te verkleinen. Na alle oefeningen eindigen de deelnemers met een speciale balansdans. Hierbij leren ze hun zwaartepunten vinden wanneer ze hun gewicht verplaatsen. Als ze die vloeiende vormen eigenlijk helemaal ingebed hebben, het idee erachter is dat eigenlijk in jouw dagelijkse patroon overal in terugkomt. Dus die balansdans is eigenlijk de basis voor deze hele cursus. Dus daar sluiten we elke week mee af. De balansdans is de basis voor elke cursus. En die balansdans, daar kunnen we misschien toch nog even terug naar jouw verhaal met die kleding. Want we hadden het net over dat we bewuster moeten zijn van wat er al is. Er is al zoveel. En we hadden het ook over de kaartjes en het vertrouwen wat we in elkaar moeten hebben. Waar ik dan nog benieuwd naar ben, Diewertje, de reacties die je krijgt zijn positief natuurlijk. Maar wat hoop je nou dat je initiatief ook in de bredere maatschappij voor elkaar gaat krijgen? Wat voor bewustwording? Nou, ik denk dat als we veel meer bewust gaan kopen en ook veel meer dus gaan delen. Dus hè, stel ik vind deze trui niet meer leuk of zo, dat ik hem dan bijvoorbeeld aan jou geef. Of dat jij denkt, oh, maar dan kan ik hem nog dan een paar keer aan. Dan krijg je al mijn gelekje. Ja, precies. Maar dan kunnen we en van elkaar leren. Dus het is en sociaal echt iets goeds. En ik denk dat als we het landelijk in ieder geval weg kunnen zetten. Dus dat er ja, eigenlijk in iedere regio wel een mogelijkheid is. Of dat er veel meer, in plaats van dat we vroeger die Tupperware parties hadden, nog veel meer van die ruilfeestjes gaan organiseren. Je hoort het al wel eens dat families dat doen. Hè? Dus dan een soort familiedag. Neem al je kleding mee, gooi het op een hoop en we gaan dingen ruilen met elkaar. Dat je eigenlijk niet eens meer weet, is het nou een trui of een blouse van mijn oom die ik nou heb gepakt of niet. Maar dat is eigenlijk gewoon het totaal. Eigenlijk moeten we een soort van nieuwe tradities ook gaan creëren, wat we net ook al een beetje geleerd hebben van het carnaval natuurlijk. Ja, en wat ik wel, waar ik zelf altijd heel erg tegenaan loop om mijn eigen persoonlijke dingen even mee te nemen, is zeg maar sowieso binnen de jongeren is meer dan de helft maakt zich zorgen om het klimaat. Maar ik vind zeg maar bewustwording, ik heb het gevoel dat er enigszins wel is, maar nog steeds vermijden we wel heel erg de definitie van duurzaamheid of ook klimaatcrisis, dan ja, gaan we er toch wel meer van wegkijken. Hoe probeer je dat dan alsnog, zeg maar, ja, die bewustwording in actie om te zetten? Nou, ik merk dat eigenlijk wat jij zegt, misschien is er op sommige vlakken best wel bewustwording, hè, rondom vegetariër zijn of vegan eten, hè, dat we minder vlees moeten consumeren. Vliegen is ja, al een ding. Niet te veel fashion. Avocado's en zo. Maar fashion vind ik toch nog wel een ding. Want Shein is echt sky high aan het gaan. Dus volgens mij zijn zij wereldmarktleider
echt booming, zeg maar. De productie in textiel is nog nooit zo hoog geweest. Ik denk dat jij daar ook alles van weet. Dus ergens, we weten het misschien wel, maar ja, dat jurkje dat ik heb zien hangen, ja, dat heb ik toch wel echt verdiend, want ik had een hele drukke week. Dus de dopamine ergens, wij verlangen naar dingen kopen. En het koopgedrag is gewoon extreem. Nou, kleding is een onderdeel, maar we kopen ook gewoon heel veel spullen. Ja. Sinds ik de winkel in Tilburg heb gehad en ik liep dan naar huis en ik was me wel redelijk bewust, maar wat er allemaal achter de industrie zat, ja, ik wist het niet. En ook hoeveel mensen dus kopen. Dus als je dan naar huis loopt en ziet hoeveel mensen er aan het shoppen zijn, dat ik denk, hebben we dit echt allemaal toch nodig? Toch een stukje identiteit, weet je wel? Het is identiteit, dan, het is ook een sociale druk. Want het jurkje wat ik vorige week op het feestje aan had, dat kan ik natuurlijk morgen niet aan. Want, dan sta ik zo meteen weer op de foto en heb ik weer hetzelfde jurkje aan. Dus er speelt zoveel omheen. En daarnaast proberen we bijvoorbeeld wel minder vlees te eten. Maar ondertussen heb ik wel 15 spijkerbroeken in mijn kast hangen die ik niet allemaal tegelijk aandoe. Ja. Dus ja, het is wel ingewikkeld. Ja. Bewustwording is er, maar hoe gaan we dat dan aanpakken? En wat ik ook in je verhaal hoor is van, we weten ook vaak niet wat er achter in de industrie schuil gaat. Hè? En dus waar je bij de kledingindustrie dat ziet in productielanden, daar gebeurt veel. Daar zie je ook echt de schaal en de impact. Ja, of dat je dus foto's ziet van kleding in de woestijn of op het strand of waar dan ook. Die beelden kennen we. Ja, hey, maar... een industrie waarvan we misschien niet zomaar verwachten dat daar veel achter schuil gaat, is de bloementeelt, sierteelt. Welkom Fanny Bierings, je bent bloemist. En ja, we hebben het hier over kleding en wat er schuil gaat achter die industrie. En ik kan me voorstellen dat er in jouw vakgebied ook nodige dingen schuil gaan. Ja. Wat zijn dat zowel voor dingen? Ja, ik herken helemaal wat je zegt. Het is vooral inderdaad bewust worden. Het is ook dat mensen gewoon echt niet weten wat er eigenlijk achter zit. En het moment dat je een bosje bloemen koopt, dan denk je van dat is een natuurlijk product. Daar kan je van genieten. We hebben ze allemaal in de tuin staan. En dan krijg je ineens te horen dat helemaal vol met gif zit. Ja, wat houdt het dan in? Ja, gif in welke vorm dan? Nou, zelfs zo erg dat elk beestje wat daar op landt, dus het niet overleeft. Ja. En ik zit nu 30 jaar in de bloemen. En ik heb daar best wel lang over moeten doen, zelfs als bloemist, om echt te snappen wat dat precies inhoudt. Ja, want ook veel bloemen worden ook vaak geïmporteerd vanuit bijvoorbeeld arme landen en zo. Dat creëert eigenlijk ook een soort hele hoge voetafdruk. Ja. Hoe probeert u bij de klanten of bij Tilburgers dat soort van te laten zien? Zo van, koop dan inderdaad vooral lokale bloemen. Ja, lokaal vind ik sowieso al een hele goeie. Wat is lokaal? Hè? Je kunt naar een lokale bloemist, maar die bloemen komen dus uit het buitenland. Die worden ingevlogen, die komen uit Ecuador of Afrika. Wij vliegen ook heel veel bloemen naar buitenland toe. Daarin heb je natuurlijk de bloemist die dan natuurlijk ook lokaal is. Maar ik ga dan juist meer naar het lokale kweken. En daarin vind ik het heel belangrijk om ook kleinere bedrijven en bijvoorbeeld pluktuinen die nu heel erg in opkomst zijn, te ondersteunen. Ik heb zelf een bloementuin. Ik ben begonnen als pluktuin. Maar daar ben ik helaas niet groot genoeg voor. Ik doe heel veel alleen. Maar ik vertel tegen veel mensen die bij mij workshops komen doen. Dit is wat je nodig hebt. Zo verzorg je je bloemen. Ik doe zaaiworkshops, zodat mensen hun eigen bloemen kunnen kweken. En als ik iets tekort kom, dan ga ik heel graag naar een collega die misschien een kwartiertje verderop van mij kweekt. Ja. Dus daarin maak je het gewoon compact, maar zo ondersteun je elkaar ook, waarin je dus elkaar ook kan laten groeien, letterlijk. Mooi. Ja. En ik hoor je ook zeggen van, ik wilde heel graag een pluktuin hebben, maar daar ben ik te klein voor. Ja. Wat bedoelde je daar dan precies mee? Ja, ik ben begonnen heel enthousiast met het idee van, mensen uit Tilburg kunnen naar mij toe komen. Ik heb natuurlijk altijd met bloemen gewerkt, dus daarmee stoppen was voor mij geen optie. Maar de manier waarop ik het altijd heb gedaan, kon ook niet meer van mij. Daar wist ik gewoon te veel van, wat ik niet meer wilde. Dus ik dacht, ik laat iedereen naar mij toe komen. Maar al heel snel had ik in de gaten dat gewoon niet haalbaar was. Omdat je gewoon veel land nodig hebt om ook omzet te kunnen draaien. En ik hou van mijn vak, maar ik moet ook rondkomen. Ja, dat lukte dus daar ben ik ook wel inderdaad heel erg benieuwd naar. Ja. Want vaak is het zo dat bloemen die dus worden geïnterpreteerd eigenlijk financieel aantrekkelijker zijn voor bloemisten. Maar u kiest er wel bewust voor om ze dus ook zelf wel te kweken. Ja, zo. Dat is een heel lastig stuk. Want je hebt natuurlijk bloemen die binnenkomen, die komen binnen met een prijs. Die prijs wordt dan op de veiling verkocht. De bloemist koopt hem, die gaat hem weer verkopen. Er zit heel duidelijk marge op.
ik kweek mijn eigen bloemen. Ik sta natuurlijk in de wind al voor te zaaien. Ik ben in mijn grond aan het graven, dingen omzetten. Ja, eigenlijk veel meer werk. Heel veel werk. Ja. Wat is nou mijn bloem waard? Dat vind ik heel lastig. Welke afweging maakt u daar dan heel erg in? Doen collega's dat dan? Wat je eigenlijk nodig hebt, is een andere manier van inkomsten. En daarnaast geef ik dus workshops. Ik geef saai workshops, maar ik laat ook aan mensen zien van hoe kan je je eigen boeket schikken en ga je naar een andere pluktuin. Maar ik ga ook naar scholen toe, waar ik dus kinderen bij mij uitnodig. Of ik ga naar school toe om hun te leren van wat heeft nou een plant eigenlijk nodig om te groeien. Daar leg ik ook heel veel dingen uit over een klein beetje CO2, maar ook het gif en wat dat uiteindelijk doet met bijvoorbeeld een bij die doodgaat, waardoor ze dus niet meer kunnen bestuiven, waar we dan straks geen fruit meer van hebben. Ja. Hoe gaan we dat dan oplossen? Want dat is vooral de impact van die chemische spullen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus daarin kan ik dus zo ook inkomsten krijgen door educatief bezig te zijn op heel veel vlakken. Dus eigenlijk naast de bloemen ook die andere dingen erbij pakken, zeg maar. En daarin heb ik dan... Dat is eigenlijk je verdienmodel dan, zeg maar. Ja, en daarin waar ik echt mijn hart neerleg, is dan vooral het rouwwerk. Dus de uitvaartondernemers daar waar ik mee samenwerk, die gaan ook vaak naar natuurbegraafplaatsen. En daar stopt het heel vaak van wat kunnen we dan nog meer dan alleen maar een bloemetje neer te leggen. En daarin vind ik het heel fijn dat mensen bij mij terecht kunnen komen zonder dat ik een bloemenwinkel ben, zonder dat er klanten het gesprek verstoren. Kunnen ze rustig hoe kunnen wij nou dan, zeg maar, als gemiddelde consument, hoe kunnen wij, net als bij de kledingindustrie, mensen hebben eigenlijk een soort van half een idee, maar weten eigenlijk nog steeds niks, zeg maar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mainstream wordt? Ja. Dat we gewoon weten van, normaal koop ik een boeket bij wijze van spreken de Jumbo, of bij het tankstation. En volgens mij heb je daar keurmerken voor. Je hebt natuurlijk het biologische keurmerk. Daar moet je aan bepaalde dingen voldoen. Sowieso is dat super belangrijk en goed. Voor mij is dat bijvoorbeeld niet haalbaar, omdat het... dat is een ander onderwerp, daar ga ik nu niet op in. Maar doordat ik gifvrij kweek en met het seizoen ermee, doe ik eigenlijk hetzelfde als een biologisch keurmerk. Alleen, ik leg het allemaal niet vast. Maar daar kom je eigenlijk nog steeds niet met de consument mee. Dus het... samenwerken met andere bedrijven is daar, vind ik, heel belangrijk. Juist met die uitvaartondernemers, maar ook grotere bedrijven. Bijvoorbeeld de gemeente die nou zegt van, we willen geen boeketjes meer. Ja. Want dat samenwerken, wat haalt u daar dan uit? Als u dat het samenwerken daarin is dat bijvoorbeeld, er is een feest, er wordt een gezellig diner georganiseerd en ze komen dan bij mij en dan vragen ze van, god, zou jij onze tafel aankleding willen doen? Of is iemand ziek? Vind je het leuk om iets moois te maken? Want wij hebben een lijst van mensen die bijvoorbeeld of jarig zijn of ziek zijn. Wil je dat voor ons verzorgen? En daarin kun je dus binnen een bedrijf ook vertellen van, god, waarom doen wij dit nou eigenlijk? Waardoor je dus meerdere mensen bereikt. Ja, precies. Ja. Er is veel op televisie, er is veel op radio, dus er wordt al heel veel over verteld. Ja, dus op nationaal niveau is er al wel meer aandacht voor. Zeker. En er worden ook wel drastische keuzes gemaakt door inderdaad te zeggen van, wij kopen geen bloemen meer bij een bloemist vanuit de gemeente. Ja, dat is natuurlijk een heel groot bedrijf eigenlijk. Ja. Hoe staat de gemeente Tilburg daar tegenover? Want ik weet dat veel gemeentes het al doen. We moeten helaas wel echt door, maar misschien is het... goed om het daarmee af te ronden. Hoe staat de gemeente Tilburg er? Ik heb er toevallig een gesprek over gehad. Ik heb heel even op dat moment geparkeerd, omdat we dus in de klimaatweek zitten, waar ik ook andere dingen voor heb klaargezet en waar ik me op wil focussen. Dat ligt zeker op tafel. Ja, echt mooi. Nou, dankjewel in ieder geval, Fanny Bierings, voor je inzicht eigenlijk. Dat heeft mij ook al heel veel geleerd. Ja. En misschien... Waar kan ik je vinden? Ja, dat vind ik een van mijn bedrijf inderdaad. Ja. Ja. Flowerwise. Ik heet Flowerwise. Dat is ontstaan toen ik in Canada woonde. Daar zijn ook veel dingen eye-openers voor mij gekomen. En ik zit bij een Beetje Groen. Dat is in Tilburg, op de Koningshoeve. En ik heb één verkooppunt in Tilburg. Dat is in de Noordstraat 81B bij Amazing Project. Ja. Hele mooie glaszaak. Ja. Nou, wat super. Nou, dankjewel, Fanny, voor je bijdrage en inspiratie. En je kan het ook vinden nu bij het VVV-pand. Dat was omgetoverd. De Tilburgse Hub, toch? Voor de Klimaatweek. Er zijn nu drie allemaal verschillende soorten ondernemers die daar zo eigenlijk van alles presenteren. Ja. Zoals bijvoorbeeld de afvalcoach, volgens mij. En je kan de energie
prijzen en zo. Ja. En een goede tuin heeft daar een plekje. Ja. Plantenpollen op zitten ook. Er zitten, zitten allerlei initiatieven. Er zitten allemaal initiatieven. Ja. Dat is allerlei initiatieven. En dat is misschien wel een optimistische noot om mee te eindigen met deze aflevering deze week tijdens die Klimaatweek. Er zijn dus voldoende initiatieven waar we inspiratie kunnen halen en hoop uit kunnen putten. Ik vond het wel een geslaagde uitzending eigenlijk. Ja, vooral veel impactvol volgens mij voor duurzaamheid. Dus ja, hartstikke tof. Dank aan alle gasten. Pieter, Fanny, Benno natuurlijk. We hadden jou eigenlijk even in het bijzonder moeten bedanken natuurlijk voor je liedje. Maar die is zeker blijven hangen. Duwertje. Wat vond jij ervan om hier lekker aan tafel te gast te zijn? Ja, ik vond het gezellig. En ik vind het ook heel leuk om weer te horen wat er allemaal speelt. En dat er dus zowel in de zorg als in de bloemenindustrie, als in het textiel, maar ook in het carnaval, dus allerlei veranderingen bezig zijn. Ja. Nou, volgens mij zijn we lekker bezig. Top. Ja. Dat is een mooie. Die impact behouden, ja. Ja. Nou, dank jullie wel allemaal. Jij bedankt. Het was hem weer. Tot de volgende keer van weer een nieuwe aflevering van Tilbus.